Voilà, welkom op dit seminarie samen met VDAB. Chris Pintens, accountmanager bij VDAB, heten wij hier hartelijk welkom om eens even te kijken naar ja, hoe zit het met ons HR-beleid in de metaalsector in het algemeen, maar in het bijzonder de instroom. Het is niet zo dat omdat er een crisis is in de sector dat wij geen nieuw personeel meer moeten vinden. Er zijn altijd mensen die met pensioen gaan, die van job veranderen en zo verder. En ik denk dat we soms toch wel te veel mogelijkheden laten liggen. En daarom hadden wij gedacht van ja, we moeten hier iets aan doen. We moeten onze mensen informeren en we proberen dat te doen via webinars. Voilà Chris, een kleine inleiding om u aan het woord te laten. Oké, dank u. Ja, dus mijn naam is inderdaad Chris. Ik werk als accountmanager voor de industrie bij VDAB, wat betekent dat ik heel specifiek voor de metaalsector werk en voor alles wat met chemie en petrochemie te maken heeft. Ik ga proberen jullie vandaag een beetje wegwijs te maken in de tools die VDAB bieden. Maar weet, als er daarna vragen zijn, dat we altijd opnieuw kunnen afspreken met elkaar, dat mijn taak is om jullie advies te verlenen rond wat alles betreft de brede arbeidsmarkt. Ik ga nu proberen mijn presentatie met jullie te delen. Voilà. Nee, ik heb de verkeerde gedeeld. Ja, jullie zien nu mijn presentatie, denk ik. Hè? Want nu zie ik ze, ja, nu zie ik jullie niet meer. Dus ja, we gaan eraan beginnen. Hè? Wat is nu eigenlijk toch wel de moeite waard om van de VDAB-werking te weten? Er zijn wel wat dingen waarvan dat wij zien dat werkgevers nog te weinig op de hoogte zijn. Dat is een hele spijtige. Vooral naar jullie toe, zeker de KMO's. Hè. De grote bedrijven hebben meestal een goed uitgebouwde HR-dienst, wat bij de kleinere bedrijven niet is. Hè. Vandaar dat wij er zijn om te ondersteunen. Nu, alles begint als jullie mensen zoeken natuurlijk bij het opmaken van een vacature. Of jullie die nu op de VDAB-site gaan zetten of niet. Maar als jullie niet gaan bekendmaken dat jullie mensen gaan zoeken, dan gaat het natuurlijk heel moeilijk zijn om ze te vinden. Nu, wat de VDAB-site betreft, dit is voorlopig nog altijd de grootste site in Vlaanderen met ongeveer 35.000 bezoekers per dag. En wij hebben plusminus 180.000 cv's in onze databank zitten. Dus het is zeker de moeite om jullie vacature ook op onze site te plaatsen. Het is volledig gratis, het kost jullie niets. Nu, wat heel handig is, is dat wij sinds kort ook aangesloten zijn bij Google for Jobs. Heel leuk om te weten is dat Google ons gecontacteerd heeft, VDAB, en niet omgekeerd, omdat wij inderdaad over een enorme databank beschikken. Wat betekent dit? Als jullie jullie vacature heel goed ingevuld op onze site plaatsen, gaat die automatisch ook naar Google Jobs. De meeste mensen zoeken tegenwoordig, niet alleen jonge mensen, maar ook aan alle leeftijden zoeken tegenwoordig heel veel via Google. We tikken gewoon via Google in en dan gaat jullie vacature er ook mee uitkomen. Nu, dat is de eerste mogelijkheid. Hè. Jullie plaatsen zelf de vacature op onze website. Maar jullie kunnen natuurlijk zelf gaan zoeken, maar vragen ook altijd aan VDAB om mee te zoeken. Wat betekent dit? Als jullie een vacature invoeren, gaat die in gedeeld beheer vragen. En dan gaan wij vanuit VDAB in onze databank mee op zoek naar mensen voor jullie. Vraag ook om die vacature te laten nalezen, want wat daarin staat is heel belangrijk of dat jullie kandidaten gaan krijgen of niet. Kandidaten kijken dikwijls heel letterlijk naar wat jullie daarin schrijven. Denken zij van, ah ja, nee, dat heb ik niet, dat diploma heb ik niet, of daar voldoen ik niet aan. Hup, ze vegen het weg en ze zijn op naar de volgende. Dus dat is een heel belangrijke. Ook om in die Google for Jobs te verschijnen, is dat een heel belangrijke. Dus begrijpbare vacatures opmaken met de juiste trefwoorden. En niet onbelangrijk, omdat jullie in een technische omgeving zitten, ik moet jullie niet vertellen dat er heel wat knelpuntberoepen zijn, dat jullie soms heel wat vacatures heel moeilijk ingevuld krijgen. Dus gaat dan ook wat
verder kijken door, en daar ga ik dadelijk op terugkomen, jullie kunnen mensen ook zelf gaan opleiden. Mensen die niet onmiddellijk direct voldoen, maar wel over heel wat potentieel beschikken, zijn er manieren om via werkplek leren op te leiden. Maar dat niet alleen. Hè. Ik hoor daarnet Johan zeggen van, kijk, er gaan heel wat mensen met pensioen. Er zijn ook heel wat mensen die met pensioen zijn, die nog graag wat willen bijverdienen. Ook een heel interessante groep om aan te boren, als jullie bijvoorbeeld maar een tijdelijke vermeerdering van werk hebben. En dingen, bijvoorbeeld als ik dan denk aan uitzendkantoren zoals Nestor, die daarin gespecialiseerd zijn, er zijn wel wat mogelijkheden. Hebben jullie daar straks vragen over, dan wil ik daar zeker gerust op terugkomen. Nu, ja, een werknemer vinden kan ook via onze databank. Is een van de mogelijkheden om jullie werknemer te vinden. En dat is, jullie kunnen gratis een contract, moesten jullie het nog niet hebben, mijn VDAB bij ons aanvragen. Dan kunnen jullie niet alleen vacatures gaan plaatsen, maar je kan ook op zoek gaan naar kandidaten. Je kan selecties aanmaken in onze databank en je kan die gaan bewaren. Want in het begin is dat inderdaad een beetje werk om daar de juiste parameters in te geven. Maar eens dat je die selectie op punt hebt en de juiste kandidaten komen eruit, bewaar die selectie en dan hoeven jullie het werk niet meer te doen, maar dan doet het systeem het bij ons. Dan dingen kunnen jullie mail op maat instellen. Wat betekent dat? Vanaf dat je dat gedaan hebt, ja, telkens zich iemand bij ons inschrijft die voldoet aan de parameters die jullie ingegeven hebben, gaat hij zijn cv bij jullie in de mailbox komen. Dan is het natuurlijk inderdaad een kwestie van heel snel te reageren, want jullie zijn niet het enige bedrijf dat op zoek is naar bepaalde profielen. Krijgen jullie zo'n cv binnen, maar je zegt van, het is hier te druk, ik kan dat onmiddellijk niet nakijken. Je kan die kandidaten labelen, je kan er kort iets bij schrijven en je kan dat nadien altijd terug oproepen. Dat krijgen die kandidaten niet te zien, dat krijgt alleen jij zelf te zien. Nu, je kan ook, de werking van VDAB is volledig gratis, maar wij hebben ook een aantal betalende diensten. Die zijn absoluut niet verplicht, maar kunnen soms ook interessant zijn. Waarom interessant? Dan kan je Facebook-campagnes gaan doen. Je kan een bedrijfspagina bij ons aanmaken. Je kan logo's die er anders niet op kunnen komen. Je kan linken leggen die anders niet kunnen. Er kunnen dingen, een test aan toegevoegd worden waarin kandidaten kunnen gaan zien of dat ze bij jouw bedrijf kunnen passen. Dat zijn mogelijkheden voor onze betalende service. Ook iets, als jullie zeggen van interesse, dan dingen kunnen we daar altijd op terugkomen. Nu, dan ja, de kant-en-klare kandidaat vinden wordt moeilijker en moeilijker, zeker in technische omgevingen. Daarom is het van, kijk, als zich iemand bij u komt aanbieden waarvan je zegt van er zit potentieel in, maar hij staat nog zo ver af van wat dat ik wil, weet dan dat er verschillende vormen van werkplek leren zijn. De eerste daarin is IBO, dat staat voor een individuele beroepsopleiding. Ik ga het nu beknopt zeggen, maar ik zou zeggen, stel vragen straks of we maken apart een afspraak. Dan al de dingen die ik nu vernoem, wil ik dan gerust sterk in detail op terugkomen. Geen enkel probleem. Een individuele beroepsopleiding is eigenlijk een contract dat tussen jullie, tussen een kandidaat en tussen VDAB afgesloten wordt. Jullie krijgen dan maximum 6 maanden de tijd om via een opleidingsplan dat je van tevoren opmaakt, een kandidaat helemaal op maat van het bedrijf klaar te stomen voor de job die hem gaat doen. Wat is het interessante aan deze formule? Jullie betalen nog geen loon. Jullie gaan een vergoeding betalen aan VDAB. Hoe groot die vergoeding is, gaat afhangen van hoeveel die kandidaat na zijn opleiding gaat verdienen. Dat gaat meestal ergens tussen de 800 en de 1200 euro zitten in de meeste gevallen. En jullie betalen ook nog geen RZ. Dus dat is een heel interessante formule. Financieel geeft dat jullie ademruimte om iemand op te leren. Nadien, als alles goed gelopen, verlopen is, dan krijgt die kandidaat een contract bij jullie. En dan hopelijk is hij vertrokken voor een duurzame tewerkstelling. Een tweede mogelijkheid zijn stages. VDAB biedt ook heel wat, leidt heel wat kandidaten op. Ik noem nu wat de metaal betreft. Hebben wij bijvoorbeeld een heel sterk uitgebreide CNC-opleiding. Wij hebben basismetaal, wij hebben lassen.
Heel wat opleidingen bieden wij aan kandidaten om ze om te scholen, om bij te scholen. Dus is er interesse, kan iemand bij ons een opleiding volgen? Nu, tijdens die opleiding willen wij natuurlijk ook aftoetsen aan de realiteit. Hoe ver staan die kandidaten al? Hè? Lukt het goed? Kunnen jullie als bedrijf dingen een stageplaats aanbieden? Als tijdens die stage blijkt dat dat een heel interessante kandidaat is voor jullie bedrijf, ja, dan kunnen we gaan verder kijken. Dan kunnen we dingen, zo'n stage is gratis. Maar dan kunnen we gaan zien van, kijk, kunnen we bijvoorbeeld met de volgende formule, die een IBO, van die ik daarnet toegelicht heb, kunnen we die kandidaat op maat verder gaan opleiden op de werkvloer. Of we kunnen hem terugsturen naar het opleidingscentrum en meer op maat van jullie bedrijf, omdat je hem wilt aanwerven, nadien gaan verder opleiden. Of er kan een combinatie van verschillende methodieken mogelijk zijn. Dus ook hier weer een interessante formule financieel om iemand op maat op uw werkvloer te gaan opleiden. Nu ja, we hebben ook heel wat potentieel zitten tussen kandidaten die vanuit andere landen gekomen zijn. Maar wat is daar dikwijls een probleem? Dat het Nederlands nog niet staat waar dat het zou moeten staan. Weet dat er mogelijkheden zijn om kandidaten dingen tijdens opleidingscontracten gratis op te leiden. Daarna is het niet meer gratis, maar dan kunnen jullie daar een stuk van of volledig terug recupereren via dingen via de KMO-portefeuille. Daar kom ik zo dadelijk op terug. Nu, tot slot is er ook nog het duaal leren. Ik heb het erbij gezet, dat is niet de materie van VDAB, maar dat is wel een vorm van opleiden die meer en meer ingang gaat doen, die we ingang gaan doen vinden naar de toekomst toe. Daar zijn inderdaad nog kinderziektes aan, maar dat gaat toch aan belang winnen. Wat betekent duaal leren? Moesten jullie er nog geen gebruik van maken of het nog niet kennen? Komt er eigenlijk op neer dat iemand, een student die nog in het onderwijs zit, een deel van zijn opleiding, zijn praktijk, gaat aanleren bij u in het bedrijf. De theorie op school, de praktijk op de werkvloer. Waarom is dat interessant? Onderwijs kan nooit volledig ingaan op alle mogelijke disciplines die er zijn in de metaal. En onderwijs gaat ook nooit kunnen tegemoetkomen aan alle techniciteiten. Het gaat zo snel, dat moet ik jullie niet vertellen. De technieken, de ontwikkeling ervan. En daar kan onderwijs nooit dingen volledig in meegaan. En dan kan duaal leren een antwoord zijn. Plus ook, het is een interessante om mensen warm te blijven maken. Want dat is heel hard nodig om te kiezen voor een technische richting. Dan ja, zijn er, nadat je iemand opgeleid hebt en je gaat die in dienst nemen, dan kunnen we altijd gaan kijken of dat er ook nog mogelijkheden zijn om als werkgever een tegemoetkoming te krijgen in de vorm van een tewerkstellingsmaatregel. Bijvoorbeeld, als werkgever, je gaat nu een eerste werknemer, ik begin nu bij de eerste aanwervingen, je gaat iemand voor de eerste keer aanwerven, weet dan dat je voor je eerste werknemer geen RZ werkgeversbijdrage betaalt. Voor de volgende 5 werknemers dingen ga je een gedurende een bepaalde periode ook een RZ-korting krijgen. Nu, eigenlijk zijn ze allemaal gebaseerd op dezelfde dingen. Je kan als werkgever, als je iemand specifiek uit deze doelgroepen aanwerft, kan je gedurende een bepaalde periode een RZ-korting krijgen. Bij jongeren is dat voor laaggeschoolde jongeren. Wat betekent laaggeschoolde jongeren? Dat zijn jongeren die jonger dan 25 jaar zijn en die geen diploma secundair onderwijs hebben. De tweede groep bij de jongeren zijn ook jongeren jonger dan 25, die tussen de 18 en de 20 jaar zijn en die onervaring, dus die geen ervaring hebben op de werkvloer, zo goed als geen ervaring hebben, die kan je via een startbaanovereenkomst, kan je daar ook een tegemoetkoming in het loon, een loonsvermindering krijgen. Dan hebben we de tweede doelgroep, dat zijn de 58-plussers. Het is opgetrokken naar 58, dat was vroeger 55. Wat betekent dat? Als je een 58-jarige kandidaat in dienst neemt, dan ga je dingen minder RSZ-werkgeversbijdrage betalen en dat blijft. Dat is ook voor mensen die al in dienst zijn, moesten daar geen gebruik van maken, weet dat dat ook voor zittende werknemers is.
Dus dat is de eerste 2 jaar betaal je geen RSZ, daarna betaal je €600 per kwartaal en vanaf 60 jaar wordt dat een vermindering van €1.500. Dan tot dingen, de volgende doelgroep is dingen als je zegt van kijk, ik wil ook eens in de groep van mensen met een bepaalde arbeidsbeperking gaan kijken. Daar kan heel wat potentieel in zitten, daar wordt dikwijls niet aan gedacht. Ook voor die groep kan er dingen, kan je dingen een korting van de RSZ krijgen. En een tweede iets in die groep is ook dat je, als er bepaalde aanpassingen aan een machine moeten gebeuren, dat ook daar tegemoetkomingen, of er moet bijvoorbeeld een speciaal scherm aangekocht worden, of een speciale stoel. Dat zijn dingen waar je ook als werkgever een tegemoetkoming in kan krijgen. Alleen als er bijvoorbeeld een aanpassing aan een machine moet gebeuren, weet wel dat het de aanpassing is waarin tegemoet gekomen wordt en niet de ganse machine. Dan hebben we ook nog de groep van de langdurig werkzoekenden. Ook daar willen we in tegemoet komen om te stimuleren van ga ook daar eens zien, ook daar zit nog potentieel. Langdurig werkzoekend betekent dat die mensen minimum 2 jaar werkzoekend zijn. En ook hier dingen bij de langdurig werkzoekenden is het geen RSZ-korting, maar is het een eenmalige premie die uitbetaald wordt. Als dat dingen op basis van voltijdswerkend is, wordt in 2 schijven uitbetaald. De eerste schijf is €1.250 en daarna volgt er nog een schijf van €3.000. Dus om aan te moedigen, omdat ook hier dikwijls wel wat opleiding is, weet ook dat heel veel van deze aanwervingspremies, de werkstellingspremies, dingen dat die kunnen volgen op eerste opleiding op de werkvloer. Het werkplek leren dat ik zo net had aangehaald in de vorige slide. Nu weet ook dat er overheidssteun is voor mensen die als je zelf ook dingen voor mensen wilt opleiden. Er zijn soms, als je een sectorfonds hebt waar je bent bij aangesloten, ook daar zijn dikwijls mogelijkheden. Maar er is ook de KMO-portefeuille. De KMO-portefeuille, kleine ondernemingen kunnen tot 30% steun genieten. Voor grote, middelgrote ondernemingen is dat tot 20%. En het is begrensd tot een tegemoetkoming van €7.500 per jaar. En dat kan gaan voor consultancy, voor adviesverlening, tot opleiding. Maar dan moeten natuurlijk wel erkende opleiders of erkende consultancykantoren zijn, waarin dat je die tegemoetkoming kan aanvragen bij de KMO-portefeuille. Dan, ik heb het daar net al een keer aangehaald, maar VDAB biedt heel wat industriële opleidingen. Dus als ik dan voor de provincie Antwerpen, waar ik zelf werkzaam ben, maar het is over gans Vlaanderen zijn er opleidingscentra, weet dat wij eerst mensen opleiden in een basismetaalopleiding, kunnen ze volgen. Dat kan verder gaan naar technicus mechanica, technicus elektromechanica, industriële elektriciteit, CNC, lassen. Dat zijn onmiddellijk degenen die dingen die mij door het hoofd schieten, die wij constant aanbieden aan werkzoekenden. Maar weet dat daar ook werknemers heel dikwijls in opgeleid worden. Dat er met tegemoetkomingen vanuit sectorfondsen. Weet dat dingen, de werkplek, bijvoorbeeld een IBO, te combineren valt met stukken opleiding in ons opleidingscentra. Dat zijn dingen die helemaal op maat kunnen uitgewerkt worden. Wat we ook geregeld doen, is samenwerkingsverbanden met bedrijven. Wat betekent dat? Meestal heeft dat te maken met een bedrijf dat een groot aantal vacatures heeft. Ik ga een voorbeeldje noemen. Wij hebben een samenwerking met Smulders Projects. Dat is op en top een metaalbedrijf die onderdelen maken voor de offshore windmolens. Die zochten 70 lassers. Die hebben vacatures voor een 70-tal lassers. Dus is er een samenwerking uitgewerkt waarin dat zij de selecties doen, maar dat wij een stuk van de opleiding op ons nemen, totdat zij door de strenge lasexamens kraken. Dat zijn dingen die kunnen. Dus de combinatie met werkplek leren is ook mogelijk.
Wat heel weinig gekend is, is dat wij ook heel wat online opleidingen hebben. Dat gaat van heel simpel de wet van Ohm tot leiding geven. Al die opleidingen worden volledig gratis aangeboden. Dat zijn online opleidingen, volledig gratis aangeboden aan werkzoekenden en werknemers. Nu, als je daar zelf eentje van wilt volgen, mag je dat niet als bedrijf, maar dan ga je dat als privépersoon, kan je daarop inschrijven, kan je die opleiding volgen. Daar moet je echt eens in gaan grasduinen. Het zijn er op het moment bijna 300 opleidingen. Ik zeg het, daar zit boekhouden in, daar zit talen in, daar zit elektriciteit in, daar zit hydraulica in. Natuurlijk, het zijn online opleidingen, het zijn enkel die dingen die online kunnen gegeven worden en die we natuurlijk ook kunnen aanbieden. Hoe gaat dat in zijn werk? Je gaat daar in grasduinen op onze website. Je zegt van oké, die opleiding wil ik volgen. Je vraagt die aan. Een minuut later heeft u een paswoord en u bent vertrokken. Die opleiding is 24 uur per 24 is die beschikbaar, 7 dagen op 7. Alleen moet ik meegeven dat ze voorlopig enkel op laptops en vaste computers kunnen en niet op telefoon of op tablet. Wij bieden ook op de website terug te vinden, bieden wij heel wat online workshops aan. In de presentatie, achter de woorden, jullie gaan de presentatie krijgen, zitten de linken allemaal achter om daar een keer naartoe te gaan kijken. Zijn er daarna vragen, dan mogen jullie niet aarzelen, contacteert ons en we zullen graag verder helpen. We hebben heel wat workshops. Wat houdt dat in? Bijvoorbeeld rond HR. Ze zijn allemaal arbeidsmarktgerelateerd, hebben meestal met personeelsbeleid te maken. Worden ook allemaal gratis aangeboden, net zoals onze webinars. Tot slot, ja, het woordje accountmanagers ga je de link vinden van al onze accountmanagers over heel Vlaanderen. En ik zou zeggen, aarzel niet van die te contacteren en... Ja, nu sta ik heel graag ter beschikking voor bijkomende vragen. Wie wens was dat een beetje duidelijk voor jullie? Want dat is veel, hè? Ik hoor niemand iets zeggen, maar laat ons ineens overgaan naar de vragen als er zijn. Ja. Als je een vraag wilt stellen, moet je eerst op het microotje klikken en dan, ik zie Lies Verstraeten die haar hand heeft opgestoken. Ja, hallo. Goedenavond iedereen. Hey. Ik ben nieuw in de metaal. Ik ben sinds 3 weken aan de slag bij een leuk bedrijf in de regio van Deinze. Onder andere in de regio van Deinze. En wij zijn op zoek naar een aantal mensen. Hè. Mijn eerste vraag dat ik eigenlijk heb, is, ik moet zeggen, ik heb een verleden, ik heb 15, 16 jaar gewerkt in de recruteringsbusiness, in de uitzendsector, waar ik verschillende functies heb gedaan. Dus heel veel zaken die jullie gezegd hebben, zijn mij wel duidelijk of gekend. Maar wat ik een beetje mis, is... het zou zo fijn zijn, maar misschien bestaat het, maar ben ik gewoon nog niet op de hoogte. Het zou eigenlijk wel fijn zijn, mochten er bijvoorbeeld... mensen met een bepaald profiel, het lijkt op mail op maat hoor, maar mochten mensen met een bepaald profiel die ingeschreven zijn, die werkzoekend zijn, eigenlijk automatisch worden gecontacteerd met onze gegevens. Ik weet niet of dat ergens duidelijk is wat ik wil zeggen. Bijvoorbeeld bij mijn laatste werkgever, een redelijk grote uitzendkantoor, werd elke werkzoekende die geregistreerd werd op de VDAB, kreeg eigenlijk automatisch een sms'je om zich te gaan aanmelden in een kantoor van ons. Hè. Het zou eigenlijk wel fijn zijn, denk ik dan, mocht ik de lijn doortrekken, iemand met een bepaald profiel die woonachtig is in een straal rond de 20 of 30 kilometer rond de plaats van de werkstelling, mocht hij een sms'je krijgen bijvoorbeeld van ah, kijk, check eens de website van, daar is een leuke vacature. Maar ik weet niet, misschien gebeurt dat al, hè? Maar... Ja, dus de manier waarop dat jij het vertelt, Lies, gebeurt het niet. Omdat we dan eigenlijk... niet onafhankelijk meer zijn. Hè? Maar wat er wel gebeurt, is dat als een werkzoekende zich bij ons inschrijft, dan
dan gaat hij op basis van het profiel dat hij opmaakt, van de cv die hij gaat plaatsen, gaat hij elke keer bij ons in de sms-campagnes komen. En dus elke nacht vertrekken er een aantal sms'en naar kandidaten. En als je dingen, als je een contract met een VDAB hebt als bedrijf, kan je dat ook zien. Dan kan je in uw vacature ook gaan zien hoeveel mensen er een sms ontvangen hebben van uw vacature. Maar dat is een systeem, dat is artificiële intelligentie, dat is volledig digitaal gestuurd. Dat is dus niet iets dat wij zelf in de hand hebben, tenzij dat jij als bedrijf met een consulent, met een bemiddelaar, de afspraak heeft dat die mee voor u gaat zoeken en dat die dingen nog eens extra een selectie in onze databank gaat doen en kandidaten gaat uitnodigen. Maar automatisch naar iedereen, nee, dat gebeurt niet. Het systeem gaat gewoon op basis van een aantal parameters, gaat die dingen vertrekken, er elke nacht sms'en, van kijk, die vacature hebben we dingen, lijkt ons interessant voor u, maar dan is het aan de kandidaat zelf om daar actie in te ondernemen of niet te ondernemen. Ja. Maar wat je wel kan doen, je kent het systeem met de mail op maat. Nu dat je voor één bedrijf, je zit nu niet meer in een uitzend, je hebt één bedrijf waar dat je voor werkt, je kan perfect die mail op maat telkens uw kandidaat die binnenkomt, de vacature er naar, alleen nog eens extra naartoe sturen. Hè. Ja, kan of je kan los van de vacature kan je ook een mail op maat instellen. En je kan een aantal dingen, selecties instellen. En als je daartussen een kandidaat ziet dat je zegt van oh, dat is misschien toch wel een interessante voor ons, stuur dan de vacature. Ja, en kan ik op een heel snelle manier via die mail op maat iedereen die daarin zit, hoe zeg je dat, een massamail sturen op een heel vlotte manier? Nee, mag niet. Als je dat doet, wordt eruit gegooid. Omdat dingen dan de bedoeling is dat jij gericht kandidaten in onze databank gaat zoeken. En het aantal cv's dat je per dag kan bekijken is ook begrensd. Ja. Ik heb daar een beetje moeite mee. Dat is, ja. Een uitzendkantoor is een commercieel gegeven. Ja. VDAB is er voor iedereen. Dus die methodieken mogen wij niet hanteren. Ja, maar zij kunnen dat wel, omdat zij een bepaald contract hebben. Zij kunnen dat ook niet. Er zijn begrenzingen opgezet. Ja, maar als ik even teruggrijp naar die sms die elke dag wordt verstuurd naar iedereen die zich gaat aanmelden in een VDAB-kantoor of zich laat registreren als werkzoekende, dan moet het toch wel vaststellen dat zij op een of andere manier toch wel sneller kunnen inspelen op mensen die werkzoekend zijn, sneller dan wij. Jij kan dat ook, hè? Zij werken met mail op maat, zij kunnen niet anders. In een uitzendkantoor, nu heb ik het over onze databank. Ik heb het niet over de eigen databank van de uitzendkantoor. Nee, dat is iets anders, ja. Alice. Ja. Maar dus onze databank... kunnen zij net dezelfde dingen doen als dat jij nu vanuit het bedrijf waar dat je nu voor werkt kunt doen. Het is een kwestie van heel snel reageren. Als jij 's morgens, je kent het systeem goed genoeg, als jij 's morgens een mail binnenkrijgt van een interessante kandidaat, dan moet ik je niet vertellen dat je heel snel moet zijn. Ja. Ja. Oké. Goed, dankjewel. Dat is graag gedaan. Ik denk dat er ook natuurlijk wel iets te maken heeft met GDPR-reglementering. En ja, dat absoluut. Daardoor het aantal, dat er toch wel wat begrenzingen zijn, denk ik. Ja. Ja, inderdaad. Het probleem is ook, ik ga daar heel eerlijk ook op antwoorden, Lies, waardoor wat wij merken is dat mensen minder en minder beginnen reageren, omdat ze dus eigenlijk gespamd worden. Ja. Ze worden heel zwaar langs alle kanten. En dan krijgen wij op ons brood van ja, de mensen reageren niet genoeg. Maar je zou eens moeten weten wat de interessante profielen, wat die op een dag soms binnenkrijgen. Mm-hmm. Nee, is zo. Alleen, denk ik, een persoonlijke aanpak kan soms nog het verschil maken. Hè? Snelheid sowieso. Hè? Ja. Zeker in een sector met heel veel knelpuntberoepen, uiteraard. Absoluut, ja. Zijn er nog
vragen of opmerkingen of suggesties. Uiteraard staan we hier ook open voor suggesties naar de toekomst toe, voor andere webinars, desgevallen met VDAB. Ik denk dat dat toch ook altijd een interessante partner is om ook naar bijscholingen eens over na te denken, bijvoorbeeld. Dus geef jullie suggesties maar over wat dat jullie eigenlijk ook graag eens over zouden geïnformeerd worden. Tenzij dat er echt geen vragen zijn, hè? Nu, het is, je krijgt de presentatie, dus je kan ook op de website, dus bij de laatste slide, de accountmanagers, kan je al onze contactgegevens terugvinden. Ik zou zeggen, laat het ook allemaal eens een keer bezinken en aarzel niet van iemand van ons te contacteren uit uw eigen regio. En dan komen wij heel, heel graag meedenken. Want jullie zitten in een sector waar enorm veel knelpuntberoepen zijn en het is dikwijls een kwestie van enorm creatief uit de hoek te komen om juist die profielen te vinden. En ja, corona gooit daar dan op het moment ook nog eens wat roet in het eten, doordat er heel veel dingen live niet mogelijk zijn. Maar allee, wij willen daar graag in, op maat in meedenken. Mag ik nog eens iets vragen? Sorry, ik heb mijn hand... Komen jullie in deze tijden nog aan huis, tussen aanhalingstekens? Of komen jullie langs op het bedrijf als accountmanager? Ja, we hebben een speciale toelating dat we op dit moment ook nog wel langs mogen komen op voorwaarde dat het bedrijf het natuurlijk veilig aanpakt, spreekt vanzelf. Maar we werken zowel digitaal als live. Ja, oké. Okay. Ja, prima, dank u. Nog suggesties? Of misschien staan er nog wel dingen open waarvan dat jullie zeggen van hier wist ik echt niks van, dat ik toch wel wat subsidie tussenkomsten kan krijgen. Uiteraard, uw personeel blijft u altijd geld kosten. En uiteraard gaat het enkel over de RSZ-werkgever waar er hierover gesproken werd en niet over de RSZ die de werknemer van zijn loon moet betalen. Dus dat komt er ook nog wel altijd bij. Mensen denken soms dat er ook bij zit, maar spijtig genoeg is het dat dus niet. Enkel de RSZ-werkgever. Nog vragen? Geen vragen. Ik kan ook altijd zeggen dat jullie ook altijd het secretariaat mogen benaderen met jullie vragen, liefst per mail. Zo zijn we het gemakkelijkste bereikbaar. info@vlaamhef.be. En dan kunnen wij ook altijd jullie vragen ofwel zelf beantwoorden, ofwel doorsturen, ofwel ook over nadenken. Alle suggesties zijn uiteraard ook welkom. Voilà, Chris, dan denk ik dat wij u mogen bedanken voor deze toelichting die toch wel duidelijk was. Ik kan nog eens even kijken in de chat of wat daar nog iets stond. Kim zei voor Hager, medewerker van een groot bedrijf, werd er niets nieuws gezegd, maar wel een mooie samenvatting. We weten dat. Het is vooral voor KMO's bedoeld, die eigenlijk veel te weinig op de hoogte zijn en eigenlijk veel te veel geld laten liggen bij de overheid. Daar doen we het eigenlijk voor. Maar ik ben content dat er ook iemand van een groot bedrijf aanwezig is, zodanig dat we hier ook niks nieuws verteld hebben. Niks nieuws bedoel, het is reglementering, dus het is inderdaad niks nieuw. Maar voor een aantal bedrijven toch wel interessant genoeg om een graantje mee te pikken. Voilà. Vriendelijk bedankt iedereen. U ook, Chris, voor de duidelijke toelichting. En bedankt voor dit webinar. Oké, graag gedaan. Bedankt, tot ziens.